Yep. Got it? Yep. Was that Cambridge? Deze straat. Niettemin, welkom op onze actie. Onze actie Stop the Killings, die we nu al 5 jaar op rij organiseren op 10 december, de Internationale Dag voor de Mensenrechten. Bonjour à tous, merci d'être venu. Donc on est ici pour la manifestation Stop the Killings. Ça fait 5 ans qu'on est ici et aujourd'hui on va surtout manifester contre l'accord de libre-échange entre la Colombie et l'Union Européenne. Ja, inderdaad, de aanleiding voor onze actie vandaag, dat is het vrijhandelsakkoord. Dat is afgesloten enerzijds tussen de Europese Unie en anderzijds met Colombia. Colombia, het gevaarlijkste land ter wereld, voor zij... Hallo. Ja, man. Het gevaarlijkste land ter wereld voor zij die het opnemen voor meer sociale rechtvaardigheid. Journalisten, advocaten, syndicalisten, activisten, ze worden er bedreigd en vermoord omwille van het werk dat jullie hier, ik en jullie hier doen. Donc on va défendre les droits humains, les droits des syndicats. Parce que si cet accord de libre-échange passe, il faut savoir qu'en Colombie, c'est un des pays où il y a le plus de syndicalistes qui se font assassiner. Et donc si cet accord passe, il y aura encore plus de répression et encore plus d'assassinats politiques. Donc il faut manifester contre cet accord. Ja, we hebben hier vandaag voor en tegenstanders van het akkoord. We hebben hier vandaag voor- en tegenstanders van het akkoord. Karel de Gucht die heeft zich laten excuseren vandaag, maar we hebben wel degelijk een vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij ons hier aan mijn rechterkant. Aan mijn andere kant hebben we ook iemand die hier is als vertegenwoordiger voor sociale organisaties in het zuiden. En we laten hen kort uitleggen waarom zij voor of tegen het akkoord zijn. Alors malheureusement, de Gucht n'a pas accepté notre invitation pour expliquer son point de vue. Donc on a Monsieur Sam qui représente l'Europe. Courage. Oui.
Et alors, Mario, qui représente le côté de la Colombie et des paysans colombiens? En fait, c'est très très simple, quoi. L'accord de libre-échange, c'est du win-win. Hein? On va gagner. L'Europe va gagner, mais aussi, mais aussi le Pérou et la Colombie, ils vont aussi gagner. Dus het vrijhandelsakkoord, dames en heren, je moet dat goed weten, dat is win-win. Ja. Voor Europa win, maar ook voor Peru en Colombia. Nou, qu'est-ce qui est le problème, en fait? Pour l'Europe, c'est très très bien, parce que nous, on peut aller là-bas, hein, avec nos entreprises et tout ça. Et c'est très bien, comme il y a la crise quand même, et on peut aller là-bas, faire le profit et tout ça. Dus voor Europa, fantastisch, hein. We kunnen onze bedrijven naar boven gaan, door de winst maken, heel goed, want we zitten in crisis, dus fantastisch. Mais aussi, pour le Peru et la Colombie, c'est très très bien. C'est très bien, parce que on va développer le Sud. On va développer le Sud, on va aller là-bas avec nos entreprises, et puis les pauvres latinos là-bas, ils peuvent acheter nos produits, hein, ils peuvent travailler dans nos entreprises, on va développer le Sud. Voilà. Goedendag allemaal, bonjour tout le monde. C'est pas du tout win-win, c'est plutôt le lose-lose. Hein? Iedereen gaat met dit akkoord verliezen. Ze gaan hun producten uitvoeren naar het zuiden, naar Colombia. En wat gaan we zien? We hebben nog niet eens de mensen om producten te kopen. Een percentage is de producten die ze willen exporteren. Et puis, il parle de la développement, la stabilité politique, on connaît tout ça chez nous. Hein? C'est pas la première fois. Hein? On a l'expérience avec de grandes entreprises qui sont supportées par des dictateurs. Het is niet de eerste keer dat de grote bedrijven het voor het zeggen hebben bij ons. En we zijn er absoluut niet mee eens. Hè? We hebben geen enkel belang bij zo'n akkoord. En we willen een ander akkoord. En we hebben dus maar één boodschap aan jullie. En dat is stop the killings, justice now! Goede vrienden, vandaag laten we jullie oordelen over het akkoord, het vrijhandelsakkoord met Colombia. Straks gaan deze heren verder met elkaar in debat in de schaduw van het Europees Parlement, waar we stemming zullen houden en een rechtstreeks signaal geven naar de mensen die ons daar vertegenwoordigen. We hebben er overigens vandaag één bij ons. Dat is de heer Marc Tarabella, Europarlementair voor de Partij Socialist. Donc on va marcher jusqu'à la place Luxembourg et on va terminer cette manifestation en votant contre ou pour l'accord de libre-échange. Et on aura aussi un parlementaire européen, Marc Tarabella du PS, qui va venir débattre sur cet accord. Donc c'est le seul parlementaire qui a répondu positivement à notre demande.